3, 2, 1. Nou. U heeft net de eerste steen onthuld. Hoe was dat nou? Ja, bijzonder. Ik werk inmiddels al 11,5 jaar bij het hospice. En er werken tientallen vrijwilligers. En dan het is het toch een soort voorrecht om dat te mogen doen. Ja. Ik ben niet helemaal van het eerste uur, maar nee. Wel bijna, zeg maar. We staan nu in de schuur, maar het nieuwe pand gaat het eind van het jaar waarschijnlijk open. Ja. Ja. Bent u er blij mee? Ja, zeker. Kijk, in het hospice wat we nu hebben, kunnen we ook goede zorg verlenen. Maar op allerlei fronten, dat is hoe het eruit ziet, maar ook techniek enzovoort, begin je toch na een jaar of 15 aan te lopen tegen dingen die zeggen van, het moet anders, het is niet meer van deze tijd. En u heeft er zin in om straks hier te beginnen? Ja, dat heb ik zeker. Komt ook omdat ik de afgelopen jaren ook als lid van de bouwcommissie heb meegepraat in allerlei ontwikkelingen die uiteindelijk op deze plek een realisatie gaan krijgen enzovoort. Dus ik ben er al een aantal jaren ook in die zin heel nauw bij betrokken. Hoe staat u nu voor met de bouw? Het staat er goed voor met de bouw. Zojuist de eerste steen gelegd, maar het is niet de eerste steen die gelegd is. We liggen goed op schema en de verwachting is dat we volgens planning in december het gebouw opgeleverd gaan krijgen. Moet natuurlijk de inrichting nog plaatsvinden en dan kunnen we de eerste gasten, ik denk in maart 2022, echt hier ontvangen. Het is een vrij groot gebouw, dus we hebben even tijd nodig om iedereen te laten wennen en te instrueren op het nieuwe gebouw. Want er was nog 2,5 ton nodig. Ja. Is dat gat ondertussen gedicht? Nou, het gat is nog niet, er kan altijd, hè, de burgemeester zei het ook in zijn speech, er kan altijd meer bij. Maar we zijn wel heel blij met alle donaties en giften en subsidies die we gehad hebben. Als alles volgens plan verloopt, zitten in maart 2022 de eerste gasten in deze kamers.